We zijn hier vanavond in Keulen samen met onze partners Almere, City Marketing, Flevoland en de Floriade Expo 2022. De partners presenteren tussen de gangen iets over Flevoland, Almere en de Floriade Expo. En dan mogen de journalisten vragen stellen en er worden heel mooie gesprekken op de tafels gevoerd. Ik had Almere helemaal niet per se in mijn hoofd als een hele coole bestemming. Maar nu denk ik zeker wel. Ik heb bijvoorbeeld begrepen dat Almere een erg duurzame stad is. Wat ik ook heel gaaf vond is het project in Oosterwolde. Ja, dat zijn bijvoorbeeld verhalen die ik heel erg interessant vond. Ik ben zo voller informationen en zo voller neuigkeiten, dat ik ganz begierig ben die Floriade ook im komenden jaar kennenzulernen. Ik vond het heel waardevol om persoonlijk in gesprek te gaan met mensen. En tegelijkertijd ook om ze te vertellen over het gebied en mooie foto's te laten zien. Want ik denk dat dat eigenlijk meer zegt dan alleen maar woorden. Dat als je de beelden ziet, dat je dan eigenlijk wel snapt dat Almere echt heel anders is dan Amsterdam, Rotterdam of Utrecht. Het doel is absoluut behaald. Ja, we hebben hele goede gesprekken gehad. Ik heb zelf geproefd aan de tafels waar ik aan zat dat iedereen echt aangaat op het groene leven in de stad. Zelf kijk ik heel erg uit naar een vervolg van de samenwerking. Omdat zeker ook deze avond heeft laten zien dat het gewoon heel goed werkt. En dat eigenlijk de drie verhalen van de provincie, van de stad Almere en van de Floriade gewoon heel goed samengaan en ook niet zonder elkaar kunnen.